Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We zijn vandaag 8 augustus 2022. We bevinden ons in Trincomalee, Sri Lanka. En we gaan vandaag op vraag van een ziekenhuis eigenlijk medische hulp gaan schenken. Eerst en vooral hadden ze dit nodig. Ze hadden vooral zaken nodig voor nierziektes. Dus dat zijn een soort infuus op die manier. Dat is eigenlijk iets met urine te maken, dus iets met nieren. En uiteraard hebben we ook wat medicijnen gekocht. Die zullen nu worden afgehandigd aan de directeur van de ziekenhuis. Ik vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala dat hij jullie rijkelijk beloont voor deze sadaqa. Zoals jullie weten, Sri Lanka die is momenteel getroffen door een economische als een politieke crisis, waardoor dat ze enorm veel medicijnen tekort hadden, maar ook natuurlijk benzine. Maar bij deze proberen wij toch deze mensen te helpen met medicijnen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.